Jij ziet een motor of scooter, maar de Europese wetgeving ziet een auto. Kijk maar naar het autokenteken. En ook voor de wegenbelasting en de verzekering is het een auto. Maar jij ziet, net als ik, dat dit helemaal geen auto is. Wat het wel is, is een steeds populairder wordend vervoersmiddel voor mensen die het plezier en de praktische voordelen van een motorfiets willen, zonder dat ze daar het motorrijbewijs voor moeten halen. Ook ik heb geen motorrijbewijs. Sterker nog, ik heb nog nooit een brommer of een scooter gehad. Maar wat ik wel heb, is een autorijbewijs dat ik voor 19 januari 2013 gehaald heb. En dan mag ik legaal op zo'n driewieler rijden. Heb je je autorijbewijs nou na die datum gehaald, dan moet je ook een motorrijbewijs hebben voor zo'n driewieler. Ja, sorry, ik verzin de regels ook niet. Hoe dan ook, Tom en Allard die hebben zo'n driewieler al eerder uitgeprobeerd. En dat zag er heel tof, ontspannen en eenvoudig uit. Maar is dat ook zo? Kijk, zij hebben motorervaring, ik niet. Gelukkig zijn er oplossingen voor. In Putten vind je Arjan Brouwer. Behalve Dakar-legende is hij ook specialist in dit soort driewielers en is hij een van de grootste aanbieders van Nederland. Speciaal voor geïnteresseerden zoals ik organiseert hij elke twee weken een opstapdag om kennis te maken met de motor en de ervaring van een driewieler. Ja. Zie, dit is het allernieuwste model van Peugeot. Hier kan ook een helm in. Dus hij blijft uit zichzelf blijft hij zo staan. Op het moment dat ik ga rijden, haal ik hem eigenlijk van die vergrendeling af. Ja, je kunt door gas te geven, gaat hij er vanaf. Dan zie je ook dat je gewoon net als een motorfiets door de bocht kunt. De wet zegt, in een auto moet een voetrem zitten. En als die voetrem erop zit, ja, dan valt hij onder de auto's. Als hij een bepaalde spoorbreedte heeft. Hoi. Hoi? Ja. Ja, ik vind het wel een beetje spannend, hoor. Ja, ik vind het wel spannend. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje spannend, hoor. Ja. Oké, dus ik hoef niet te koppelen. Nee. Ik hoef niet te schakelen. En ik kan met mijn voeten blijven remmen. Alleen maar gas geven. Tot 160. En dan dat wil hij niet. Op zich klinkt dat nog wel eenvoudig. Maar ik ben benieuwd of mijn hoofd het bij elkaar kan rijmen. De motorkleding is er niet alleen om ons warm te houden, maar geeft je ook extra veiligheid mocht het verkeerd gaan. En ook al is het voor de wet een auto, op deze driewieler moet je een helm op. Na een voorzichtige kennismaking met de bediening en het rustig manoeuvreren, kunnen we de weg op. Laat het grote genieten maar beginnen. Er zit dus een voetrem op, maar het fijnst rem je gewoon met je handen. En doordat de voorwielen uit elkaar staan, voelt het lekker stabiel en je kunt niet onderuit gaan als je de voorrem te hard inknijpt, wat bij een tweewieler wel kan gebeuren. Daarnaast zijn de meeste uitgerust met ABS. Ik ben nog een beetje voorzichtig, maar ik ben wel één met de elementen en de natuur. Ja, ik begrijp die motorrijders wel. Ik zou je zeggen, de eerste paar bochten dacht ik even van, oh, ik moest even zeg maar een soort van mijn snelheid met mijn hoek van mijn gewicht een beetje afstemmen. Maar daarna voelt het allemaal heel stabiel. Ik had ook gedacht dat ik me veel kwetsbaarder zou voelen, maar dat is helemaal niet. Want je zit inderdaad echt lekker uit de wind. Ik zat er al lekker om me heen te kijken en zo. Wie koopt nou zo'n motor? Ja, dat zijn de grootste groep zijn woon-werkverkeer mensen. Die woon-werkverkeer rijden, maar er zijn ook mensen bij die rijden voor vakanties, die meenemen op een camper. Mensen die rijden met motorclubs, hè, die lekkere leuke toertochten gaan maken. Maar ook 1 op de 5 is een dame hè, die mee rijdt. Oh ja? Ja. Ja, Greta, ik vond het een beetje spannend. Jij vond het vooraf een beetje spannend. Zeker weten, Hoe waren de eerste kilometers? Ik moet wel even het gevoel krijgen. Maar ik vond het echt graag super. Heerlijk. Die twee wielen aan de voorkant zijn gewoon heel stabiel. Ja. Het houdt je ook overeind inderdaad. Ik denk dat je wel hele rare capriolen moet maken om onderuit te gaan. En Geert, als vervent motorrijder, ja. Hoe was het voor je? Nou, ik zal je vertellen, ik rijd mijn hele leven motor en ik stap erop en eigenlijk na twee bochten voel ik me erop thuis. Ja? Ja. Hoe anders is dat voor een motorrijder? Ik heb geen motorervaring. Of ik gewoon nog op mijn eigen motor zat. Het enige waar ik even aan moest denken, we stopten bij een stoepje en toen ging ik iets te veel naar rechts. Ik dacht, verrek, ja, ik heb twee wielen voor. Oh zo, ja, ja. Snap je? Dus ik moet echt zeggen, dat viel me 100% mee. De driewielers zijn er in erg luxe varianten. Op sommige zit zelfs een achteruit, met een achteruitrijcamera. Tja, woon-werkverkeer en weekendjes weg, het wordt zo allemaal steeds aantrekkelijker. Ze zijn er met cruise control, navigatiesysteem, smartphone-connectie, zelfs winterbanden en dode hoekwaarschuwing. Zo lijkt het weer net een auto. Zo!
De eerste keer. Mag jij het zeggen? Hoe ging het? Voor de eerste les vond ik dat het fantastisch ging. Ja? Ja, super. Eerlijk zeggen, hè? Nee, 100%. Ging echt heel erg goed. Wat is de grootste gewenning voor mensen als ze voor de eerste opstappen? Nou, bochtentechniek. Dat is lastig. En wat kost nu die motor waar ik op heb gereden? Dit is de Peugeot, die kost 13.000 euro. We hebben ze binnen ook staan van vanaf 4.000 euro. Dan hebben we een zoon in Leusden, die heeft er ook heel veel staan. Dus daar kunnen ze ook altijd ja, nog terecht. Ja, ze zijn al een tijdje op de markt, dus ook tweedehands goed te krijgen. Ja, super. Ja. Kom, we gaan een lekker koffie drinken. Ja. Nog eens even rondkijken hier zo.